Oké, okay. Zullen we wat anders gaan doen? Zullen we iets doen wat leuker is? Ja, nou, leuker. Daten? Ja? Of vind je eigenlijk daten ook een vorm van oplichting? Nou, soms wel. Ja? Ben jij zelf een oplichter? Goeie vraag. Dankjewel, Lily. Denk even over het antwoord na. Ga baby reindeer. Terwijl je prela steeds vaker op een situationship begint te lijken door breadcrumbing en red flags, blijkt je quarrel meer een Delulu girl dan wifi-materiaal of wifi-materiaal. Je hoort het. In het dateleven ontstaan er steeds meer termen. En daarom schreef Milou André er een boek over. Die komt ook bij ons aan tafel zitten. Terwijl Casper van Kooten en Willy van de Grint juist het offline daten willen toejuichen. Al kan dat ook voor het nodige ongemak zorgen. Ik kwam binnenlopen en ik dacht, oh, het is een vrouw. Leuk. En toen kwam ik dichterbij en toen was het, oh, het is een man. Ook leuk. Ik ben Evan. Jij bent Evan. Ja. Leuk, Loes. Ja. Leuk. Ja. Heb jij neefjes, nichtjes of dat soort fratsen? Het enige wat ik mee heb gemaakt is in de natuur. Keek ik naar een boom. En daar heb ik een kabouter mee gezien. Ik geloof het. Heb je vaak een date? Vast al? Ja, jaren geleden een date met een man uit Amsterdam. Ik zag in de verte dus een klein, kaal, dik mannetje staan. Ja, hij zag mij ook. Ja. En ik durfde ook niet te zeggen van... Ik weet het niet hoor, kleine, kale, dikke man. Maar hij was echt... Nou, kaal. Hè? Zo kaal als een biljartbal. Ja, aan tafel zitten Willy van der Grint. Zij schreef het boek Daten voor Gevorderden. En Casper van Kooten, die aankomende zondag een heus Swipe-festival organiseert. En Milou André, zij schreef Swipen voor een kwarrel. De taal van dating. En een kwarrel is een kwaliteitsgarrel, hè, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja, oké. Okay. Nou, dan heb ik die al. Ik schreef het boek overigens niet alleen, met Vivian Wassing. Goed. Dat is wel heel goed dat je Vivian erbij hebt genoemd. Dat daten van jou, hè? Was dat eigenlijk leuk? Ja, enorm leuk. En ook heel erg nee. Eigenlijk the best of all worlds was het. Ja. Ja. Noodgedwongen. Hoe zat het bij jou? Noodgedwongen. Ja, ik word al nieuwsgierig wat hij noodgedwongen noemt. Bij mij precies hetzelfde. Alle twee ook. Ja. Je hebt er een hilarisch boek over geschreven. Wat ik met ontzettend veel plezier heb gelezen. Waarin je uiteindelijk dacht van... ik moet ook niet de mooiste foto's van mezelf erop zetten. Dan maar een iets minder mooie foto. Ja, klopt. Dat is een tip. Dat is een tip voor alle... Licht koket ook eigenlijk. Hè? Natuurlijk, ik zet er wat minder mooie foto op. En het heeft enige arrogantie, inderdaad. Is het een route van teleurstellingen als je al die mannen ontmoet? Nou, uiteindelijk werd ik er best wel... kreeg ik een inzinking, inderdaad. Want het vindt zo vaak plaats dat je denkt... hé, dit is toch wel een leukert. Dit kan wel iets worden. Je wil ook zo dolgraag... Het is een soort wishful thinking, denk ik... dat iets lukt. En dan ga je steeds weer op die fiets zitten... en steeds weer energie hebben om die vent leuk te vinden. En dan tijdens zo'n gesprek... ik weet niet hoe jouw ervaring is... maar dan vloeit al die energie uit je weg. Je hebt het nu over die ene avond dat wij... Nee, ik heb het over heel veel avonden. Ja, nee, ik herken het zeer, ja. Ja, ja. Maar het gekke zit hem een beetje, begreep ik, uit jouw boek... en eigenlijk ook wel uit de verhalen die ik verder heb gelezen... dat je, zeg maar, online nog wel een beetje plezier kunt hebben. Je kunt ook misschien wel goed formuleren. En je kunt wel wat grapjes maken of misschien wel enige geiligheid toelaten. Maar het moment of iets wat is, dat is toch eigenlijk het moment dat je iemand ziet... ruikt, voelt en denkt van ja of nee, toch? Ja, en dus ook nee. Ja, ja. Dat is het. Kijk, waar ik de lol in heb gezocht... ik heb gezegd meteen vanaf het begin van mijn podcast... die ik er al jaren van maak... en de columns die in het Volkskrant magazine verschenen... van daten is niet leuk. Het is echt niet leuk, online daten. Het is een verschrikking. Maar je moet zelf de slingers ophangen en dan kan het heel leuk zijn. Dus ik zocht het dan in de chats als je met iemand matcht... dat je een beetje in de taligheid grapjes... een beetje kijkt van ah, is die snel, wil ze mee... In mijn geval dan de zij, wil ze mee of niet. Maar dan komt inderdaad toch altijd het moment... ook maar in 99,9% van de gevallen niet... maar die 0,1% komt het voor dat je elkaar dan ook ziet. Dat je een afspraak, en daar heb ik er dan ook een stuk of 40 van gehad. En dan, ja, dat weet je het in 10, 20 seconden.
Maar jij zit in een iets oudere leeftijdsfase dan Casper... met het zoeken naar jouw partners ook. En dat bracht ons bij een best wel interessant fragment... wat wij zagen in het programma Lang Leven de Liefde. Daar zijn singles 24 uur met elkaar aan het daten. Ja. En daar zagen we twee ouderen. Hij heet Johan, zij heet Anne. Ze zitten dan in dat programma maar een betrekkelijk korte tijd bij elkaar. En toch kiest hij ervoor om naar voetballen te kijken... waardoor zij een beetje verveeld op haar telefoon zit. Kijk even mee. Nee, zou jij straks een paar stukjes kaas en verder snijden? Waarom? Kun je zelf ook? Nou ja. In de pauze kun je dat toch zelf doen? Ja, maar ik moet je luisteren, lieve schat. Zometeen komen die jongens, die gaan erover praten eventjes. Ja, maar dan kun je toch luisteren? Nou, dat vind ik allemaal niks, hoor. Dat vind ik niks. Gewoon als iemand het vraagt, heb je stukjes kaas. Het is gewoon een paar stukjes kaas. Nou ja, goed, dan praten we daar niet over. Dan doe ik het zelf. Ja, oh, verschrikkelijk. Deze man zit zo in het harnas van zijn eerdere relatie, vermoed ik, dat hij denkt, ja, zo gaat dat toch? Ik kijk voetbal, jij maakt kaas. Ja, hij blijft hangen in de tweede feministische golf. Hij heeft het niet helemaal overleefd. Nog iets daarvoor. Ja. Maar sluit ook niet uit dat hij 30 jaar andersom heeft meegemaakt. Dat hij nu eindelijk denkt, nou, er zit een die eindelijk een keer kaas wil snijden. Dat kan ook. Het wordt altijd eenzijdig bekeken. Ik zou hard zijn als ik haar was, hoor. Ja. Maar is het ook niet de huiselijke setting van First Dates die hier dan aan bijdraagt? Dat je dan, of First Dates, Lang Leven de Liefde. Ja, maar luister nou, Milou. Ja. Zij zitten heel kort bij elkaar. Ja. Dan stel dat jij met mij in zo'n ruimte zit. Ja. Dan ga ik toch niet naar het voetballen kijken? Nee, dat is wel. En die toon zetten. Ik hoop het niet. Kijk, die kaas, dat zou ik ook vragen natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Ik bedoel, nou, oké, dan vooruit. Ja. Geef eens even, je moet mij helpen. Want jij hebt samen met Vivian een boekje gemaakt waarin jullie... een boek. Toch? Of ik vind, als je aan een boek hebt gewerkt, dan is het een boek. Oké. Okay. Jij hebt een kloek boekwerk. Waarin jullie geen... ik zal proberen elke neiging tot het zoeken naar een verkleinwoord weg te halen. maar waarin jullie termen hebben. Ja, en laten we er een paar... We hebben even de B opgeslagen, als ik die zie. Ja, leuk. Dan wil ik er een paar weten. Wat is een baby trap? Een baby trap, ja. Dat zijn dan vrouwen die dan met mannen gaan daten. Omdat ze gewoon heel graag een kind willen. Ja, dat wordt een beetje. Kan je een beetje dat onaardig kind vinden? Ja, Bambi seks trouwens. Bambi seks is heel lieflijke seks. Die dan met uitglijders en dat zo zou ik zeggen. Dat kan ook. Ja, ja. De benching is dat je de hele dag met elkaar bij elkaar op de bank zit of wat? Nee, benching betekent dat je iemand eigenlijk een beetje op de reservebank zet. Dus dan ben je aan het daten met iemand en dan denk je, ja, ik hou hem een beetje warm, maar ik ga ook een beetje verder daten. In afwachting van een ander. Ja, precies. Ja, precies. Dat zou je kunnen doen als je bijvoorbeeld een boemerang-single bent. Ja, nou, je kan van alles doen als je een boemerang-single bent. Maar boemerang-single is vooral dat je iedere keer weer terug wordt geslingerd in dat single-bestaan. Dus dan probeer je het steeds. Ja. Nou, ik weet niet of wat jullie dat herkennen, maar... Dat is een beige vlag. Ja, dat is een beige vlag. Ja, dat kan twee dingen betekenen. Maar onder andere betekent het gedragingen van iemand die dan wel vreemd zijn. En misschien ook wel een beetje irritant, maar nou, niet echt een red flag. Okay. Mm. Wij zijn er nu al achter, toch? Een beetje, als ik zo die verhalen heb gehoord. Dat het, hoe leuk het misschien ook is geweest gedurende een periode. Dat het swipen en alles een beetje klaar is. En dat het echte... leuke ontmoeten van mensen toch het fijnst is als dat gewoon in real life gebeurt. Jij hebt dit komend weekend is dat, hè? Zondag, ja. 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 Heb jij een swipe festival? Ja. Wat gebeurt daar? Daar wordt live hoffelijk geswiped. Dus je nodigt elkaar uit om naar een voorstelling te gaan... of een wetenschapper die prachtig over de materie spreekt. In aflevering 2, een jaar geleden van die podcast, riep ik... online date is zo stom, we gaan een festival doen. Ja. Waarom dan? Omdat je de tijd krijgt... niet in een speeddate situatie, maar gewoon 7 uur lang rond kunt lopen. Kunst, cultuur, wetenschap, tech, eten en drinken. En dan iemand... kunt ontmoeten en aankijken. Maar dan... in het echt ook een wegveeg? Ja, het is natuurlijk een enorme... Dat lijkt me heel erg. Ja, hoe zie je het voor je? Ik wil daar een snorrebolletjesachtige swipe links met z'n allen. Oké. Nee. Hoe zit het met jouw geswipe? Is er een... Nee, ouderen swipen niet. Is er een vangst? Ja, ik vang voortdurend. Ik ben een boemerang-single, denk ik zo. Ja, als ik het zo weet. Maar wil je ook een boemerang-single blijven? Nee, dat is juist het punt.
Nou, ouderen swipen niet, denk ik. Tenminste, maar mijn vermoeden is dat niet op dating-apps, bedoel je? Ik denk dat ouderen dat niet zo vaak doen. Ik heb er geen sociologisch onderzoek naar gedaan. Nou, ik heb bijvoorbeeld veel mails van mensen van... Oké, maar jij bent dus nu ook weer in de boemerang-single. Waar is de boemerang nu? Nee, nu ben ik even gestopt, want dat boek is zo'n succes. Dat zo druk mee. Belachelijk succes is het. Ik weet een leuke man voor jou. Ifonie, zou dat niet wat voor je zijn? Ja. Hij spreekt wel goed. Ja. De boeken van Milou en Willy liggen in de winkel. En zondag kunt u ook nog naar het Swipe Festival. Overigens opmerkelijk. Alleen mannen kunnen naar het Swipe Festival. Ja, maar nog 10 volgens mij. Want voor de vrouwen is het uitverkocht. Echt waar, joh? Ja, er zijn gewoon meer vrouwen dan mannen die daar naartoe gaan.